Ja, lieve vrienden, het is 17:36 en ja, iedereen is op tekst op binnen. Nou is het dat oranje ding leeg laten lopen en alles opruimen daar aan die kant. Dan gaan ze in de bootjes overstappen allemaal. Dan worden ze teruggebracht tot ongeveer 100 meter voor Den Helder. Dan worden ze gedropt. Kennen ze verder terug zwemmen. Dus dat gaan we nou lekker allemaal afwachten. Ze zeggen tot straks. Een bakje koffie te nemen, dan wel een biertje of een wijntje, dan wel een broodje, braadworst of hete kip, dan wel een hamburger om de inwendige mensen te versterken. En met een kwartiertje zullen ze ongeveer deze kant op komen. Zoals jullie zien, de hekken worden weer eruit gehaald. De zwemmers zitten weer in de bootjes, zodat die weer teruggevaren kan worden. Dus ze komen weer richting Den Helder. Ja. Woepie de poepie, zou ik dan zo zeggen. Hè? En de hekken die gaan weer weg. De schoenen die staan daar nog steeds. Van degene die ze naar de kant hebben gegooid. Dus het komt allemaal goed. Weggehaald door een mevrouw die haar zoon die zwom ook mee, dus ja, die zwemt straks ook de laatste metertjes nog mee, maar ja, er komen kindertjes in mijn beeld, dus ik doe hem even weer uit. En het is prachtig mooi weer. De lucht is mooi, zoals jullie dat zien. Mooi bewolking. Geen kwaadaardige bewolking. Je ziet een vliegtuig in de lucht gaan. Die laat een streepje achter. En we wachten gewoon geduldig af totdat het dichtbij zou zijn, zodat ik weer filmen kan. Ze zeggen dat ik zo meteen. Ja, jij was ook heel netjes ooit. Daar komen de bootjes al aan. Ik hoop dat jullie ze kunnen zien. Die witte die daar varen, die komen al vanaf de deze kant op. Dus ja, nog een paar minuten. Dan worden ze natuurlijk weer gedropt om deze kant op te kunnen zwemmen. Dus we wachten het af wanneer het nog wat dichterbij is. Want er is momenteel even over het anders gaande. Het zou een hele mooie dochter zijn dat we dit jaar kunnen meemaken. Daar zitten de zwemmers dus in die bootjes die jullie daar ook zien aankomen. Maar ja, de hekken zijn weg, dus ja, het is nou te zien om een plekje. Welkom onze gouden medaille 10 jaar geleden in Peking.
bij het waterbouw team en de mensen. Bedankt aan alle mensen. Oh,
Er wordt al driftig gezwaaid vanaf de boot. Er wordt gezwaaid vanaf de kant naar de bekende. De deelnemers zijn vlakbij. Ze zullen zo het water inspringen. Maar we wachten nog even op de laatste boten. Dat ze allemaal naast elkaar liggen. Zodat iedereen heel dicht bij de kant kan komen. Dat is fijn. Dan zijn ze eerder terug. Het is geweldig gegaan natuurlijk. Want ze hebben het allemaal gered. Dus dat is sowieso al grote klasse. Sommigen hijsen zich toch nog weer even in het wetsuit, anderen hebben het gewoon aangehouden, de muts op. Ook een beetje om de kou en de wind te bestrijden. Maar het zal niet lang meer duren voordat ze overboord gaan. En dat klinkt dan in dit geval positief, zodat we ze binnen kunnen halen. Alle 44 deelnemers en deelnemsters zijn aan boord. Opgelucht en wel, blij en wel natuurlijk. Ze hebben het gered, ze hebben een doelstelling gehaald. Voor sommigen is weer een streepje van de bucketlist afgevinkt. Voor anderen was het al de vierde, de vijfde of de zesde keer. Die willen gewoon doorgaan, die vinden dit een geweldig evenement. En terecht natuurlijk, want het is een fantastisch evenement. Publiek, familie, vrienden, kennissen, iedereen is hier aanwezig om ze binnen te halen. En dat is toch een mooi gezicht, hè, om die sporters daar zo te staan op die boot. Hunkerend naar hun familie, maar er zit nog een stukje water tussen. En dat gaan ze zo meteen beslechten. En dan zijn ze echt binnen en dan kunnen ze geknuffeld worden door jullie. En daarna worden ze gehuldigd. Het draaiboek is zo dat, dat ze eerst even de tijd krijgen om zich om te kleden. Daardoor kan de familie en begeleiders van de overkant, in ieder geval van Tessel, die zijn dus met... Eén bootje moet nog dichterbij komen. Hij schommelt behoorlijk op de golf. Je ziet toch wel dat er een redelijke golfslag aanwezig was. Tijdens het zwemmen viel het in het begin niet mee, daarna wel. En nu zijn ze zo dichtgenomen dat ze niet nog meer komen nu, voordat ze het water in zullen springen. De middelste boot, de naam van de middelste boot, ik hoop niet dat dat een metafoor is voor het laatste stukje, want als je boot knudden heet, ja dan blijft er niet veel over natuurlijk, maar dan wordt het geen tikje terug denk ik deze keer. Maar nu komen ze nogal dichterbij en dichterbij. Het is toch even een gave om tegen de stroming in je boot zodanig neer te zetten dat je de deelnemers zo dichtbij mogelijk kan afzetten. Niet meer dan dat. En daar gaan de eerste deelnemers weer het water in. Ze zwemmen naar de kant. Het wordt aandachtig gefilmd en gefotografeerd natuurlijk. Ja, en ik ben ook nog minder verlieder, dus oh ja, neem me niet aan. De bootjes toeteren en dat is mooi om te horen. De horens die klinken volledig. En geef ze een applaus, dames en heren. Alle deelnemers zijn helder wel binnen. Geweldig gedaan. Thank you.
Ja, lieve vrienden. Ik ben dus weer thuis. En ik kon niet meteen even dat ik thuis kwam even vloggen. Want mijn batterij was schoon leeg. Ik ben ook niet gebleven tot het einde. Ik weet ook niet hoeveel geld er is ingezameld. Helaas moet ik het andere jaar op een andere manier even zien te bekokstoven. Want ik moet iemand bij me hebben. Ja, ik moest namelijk ook naar de wc. En dan gaat echt mijn booster niet alleen staan met alles erop en eraan. Dus ik moet iemand bij me hebben die dan mijn booster even in de gaten kan houden. Terwijl ik daar al even naar de wc toe ga. Maar desondanks staat alles erop tot zover. Dat dus het water ingingen, maar ook dus het water uitgingen. Daar ga ik mijn GoPro zelfs voor moeten gebruiken. Dat ze het water uitkwamen. Ja, dat helaas kon ik het verder niet op een andere manier doen. En ik hoop dat het met de GoPro gelukt is. Met deze sowieso is alles gelukt. Maar de GoPro, dat is heel moeilijk te zien. Want die heeft een batterijbesparing is daarin gebouwd. Dat op een gegeven moment gaat het scherm waar je dan in kan kijken wat jij filmt, gaat uit. Dan zie je niks meer. Dan kun je wel blijven aandoen, maar dat vreet dan ook weer batterij is. Dus tenminste die ook weer snel leeg. Dus of dat allemaal gelukt is met die, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie een heel veel kijkplezier erbij. En ik hoop dat jullie dan genoten hebben. Als jullie dit hebben gezien. Ik ga nou sluiten, want ook dit moet straks nog allemaal naar de pc toe. En ik ben nog met een vlog bezig van vrijdag. Ik moet nog de fotovlog doen van Chrissy. Dan komt deze er nog, dus ik heb nog een heleboel werk te doen. En ik ben back af, dus ja. We zien wel, en ik zou zeggen iedereen een hele fijne avond. En geniet ervan, het is prachtig mooi weer. Wel is er het gezegd, we hebben vannacht vallende sterren. Meteorieten, weet ik veel hoe je dat uitspreekt. En wat ben jij nu maar? Maar hier aan de kust hebben wij weer eens een keer motregen, terwijl het nou prachtig mooi weer is. Dus ik weet het ook allemaal even niet. En morgen hebben we in eerste instantie ook motregen. En hier en daar een buitje. Nou, we merken het wel. En degenen die het wel kunnen zien, nou ja, stuur mij even een foto toe. Ja, of foto's. Ik vind dat het mooi, hè. Als jullie dat kunnen zien en een foto ervan kunnen maken, graag hou ik me aanbevolen. Jullie kunnen hem onder dezelfde naam ook op Facebook vinden. Dus kom er gezellig bij. Meld je aan. Maak vriendschap met mij. Des te meer vrienden. Ja, hoe gezelliger het is. Toch? En je weet, ik heb een heleboel groepen. Onder andere de 50+. En daar kun je je eigen ook aanmelden. Ik heb de groep De Babbelaars. Daar kun je je eigen ook aanmelden. En zo heb ik veel meer. Maar dat merk je dan wel als je op Facebook bij mij verschijnt. Zo zeggen, lieve vrienden. Geniet ervan. Geniet van alles. En welterusten. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.